Yo, kijkers van GG Game Geeks en welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag hebben we voor jullie in de aanbieding een League of Legends aflevering. Een 3v3 ranked match van mij, Robbie en Michael. Jullie denken nu misschien, hey, een nieuwe video op GG Game Geeks? Jawel, ik vond het wel weer eens tijd worden om weer eens even te gaan kijken of ik de draad erop wil pakken en ook op mijn eigen kanaal wil posten in plaats van alleen maar op Golden Power Productions. Dus hierbij de video, ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Geniet ervan! Nou, met Michael, Robbie en Mitch! Ja, Michael en Mitch en zo. En dan Robbie. Nu Bart helemaal de moeder. Laten we weer gewoon hier naartoe gaan zoals we altijd doen. En dan gaan we waarschijnlijk weer dood. En dat is leuk. We hebben een sterke level 1 best wel, hè? Jawel, ja. Yasuo Q, Jax A en dan de stun van Bart. Bjart. Ik vind dat MMR 3 zo vet staan eigenlijk. Ja. Toch even goed bedacht. Ik verwacht niet dat ze ergens in de jungle zullen staan. Wacht, Michael, jij moet dan in het midden gaan staan of vooraan, want dan zit Michael, Mitch, Robbie, snap je? Ah, ja. Ja, nou is het leuk. Zullen we gaan? Oké. Okay. Oh, shit. Ze durven niet. Daar zo waarschijnlijk. We hebben geen jungler, dus... Staan ze gewoon, hè, let op. First blood. Fuck. Fuck, Rico. Oh, Bart is jungler. Neuk om de moeder, Robbie. Zijn ze met z'n tweeën bot, of niet? Ja. Yeah. Ze laten hem gewoon farmen, dus dat is wel aardig. Mag zelfs gewoon pushen. Yasuo is weg. Ja, zijn niet. Maar dat ging hartstikke goed. Kunnen hem zelfs pakken. Nu. Nou, ik niet, ik ben veel te low. Oké. Dan niet. Honey. Ik ben jungle item, dan gaat het wel kloppen. Die AD die is wel handig hoor. Ik doe die damage op hem. Lekker bitch. Oh, de safeguard. Oh, lekker Michael. Hij zijn zo goed daar. Oké. Okay. Kan eventueel wel snertje hebben. Ik wil pas, want ze hebben dubbel altaar. Wacht, komt jouw kant op. Hij heeft alleen een critical shit gekocht. Weet zo'n ding. Vooral als ik gloves. Zo. Kom eraan. Heb ik. Ik heb die Jax nog. Ben erbij. Laat maar even weer, laat maar weer. Deze place! Ah, was netjes. Wou ik zeggen. Ik heb een toplane scoren. Die attack damage is best wel leuk eigenlijk extra om extra te hebben zo. Ik doe serieus echt best wel veel damage met mijn basic attacks. Gewoon bijna 100 op die Jax. Help, iemand. Kom eraan. Ik heb ons altaar. Ik ben erbij. Die kunnen we gewoon killen. Ga er maar in. Oh, ik ben dood. Ik moet er eentje killen, ook 6. Hij is pas 4, hij is 4. Oh, drive-by, bitches. Ik kan wel even mooi die mains pakken. Nice, Robbie, lekker gedaan, man. Ja, ik was net 6 gedinkt, zeg maar. Ja, ik had die ene kill echt nodig om 6 te worden. Ja. Yeah. En laten we dat dan ook even doen, is dan wel weer mooi. Ja, zo zijn wij. Ja, mooi. Ik moet nog 1100 voor Triforce. Oeh, dat doe je best goed. Dan loop je goed te farmen. Ja, 6 is beter. Au.
je nog maar 1100 Triforce hoeft. Altaar. Ja, daar begin ik ook erin. Oh, hij staat op die van ons. Kan je hem stoppen? Netjes. Oh, ik sta hier niet te kijken. Ga ik dit winnen dit? Denk het wel. Maka. Wrecked, boys. Sorry Mark, ik kon jouw epische play niet in beeld brengen. Ga er maar niet uit. Het was zo bijzonder, was het niet. Ik had mijn Q op en ik deed twee auto-attacks. Ik ga ik daar winnen of niet? Ik deed zoveel damage, denk ik, ah. Ik moest me namelijk heel goed concentreren om Robby niet de kill te laten hebben. Ik gaf hem aan jou, jongen. Ik heb gewoon weg. Dat weet ik, jongen. Godverdomme. Oh, kom eraan. Ik ben erbij. Ik kom er ook aan in de rug. Ik leef nog. Oh, die flash tegen de muur! Ja, nou ben je ook. Ja, hij is zo dom! Die was mooi! Ik heb mijn zo'n jas. Of Wooglet. Wooglet? Dat heb je sowieso dan niet echt onder de indruk van die Bart, toch? Van die champion zelf. Ik ook niet. Ik heb sinds hele lange tijd heb ik een keer een champion hier in één keer gekocht. Hij is heel squishy, vind ik. Hij is fucking dik, zeg maar. Grote hitbox. Oei. Kom maar aan. Ja. Was greedy, sorry. Nou, dan ben ik een legendary. Wat? Kijk hoe squishy hij is, jongen. Ja, dat bedoel ik. Het is echt niet normaal. Wat de blinde Q? Ja! Kijk hem. Nee! Bitch! Sorry. Hey, ik sta 13-7 op het scherm. Willen wij hier? Ja, doe maar als je wil. Ik wil nog wat te beden. Ik ken de Wooglet. We kunnen Alta misschien pakken, of willen wij niet vechten? Jawel, kunnen we wel doen. Ik ben fucking sterk. Ik heb niet zoveel mana meer, maar ik heb nog wel genoeg voor QWE-combo, denk ik. Let's go to the Nexus! Hoe dan? Oh. Ik heb hem geraakt, dus als ik wil suiciden, gaat hij zijn gang maar. Oh, ik raakte hem toch met mijn basic? Was dat niet genoeg? Maar die heal was uiteindelijk toch niet nodig. Maar ik dacht voor de zekerheid, hè? Wat de fuck is dat eigenlijk? Dat zijn die chimes. Chimey. Oh ja. Yeah. AD Morgana, jongen. Werkt als een. Als dat zo erg onder net dat ik mijn locket niet eens gebruikt heb. Ja, Robert is geen bron meer. Money in the bank. I'm going straight to the banquet. Is. Kijk, zingen we. Wat denk je nou zelf? Wat zeg je, er komt er nog een aan, hoor. Zo, GG. Victory!
Shit's easy. Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. In de volgende aflevering zie je de tweede pot van de placement matches die wij gespeeld hebben. Ik ga gewoon bijna alle rankpotjes die wij in 3v3 spelen, ga ik gewoon eventjes een clipje van maken. En de highlights laten zien, de leuke stukjes uit. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Als je het leuk vond, geef even een blauw duimpje omhoog. En wie weet tot de volgende keer. Later!